En wat is het totste dieet dat je ooit al gedaan hebt? Weight Watchers heb ik gedaan, Atkinson's heb ik gedaan, vegetarisch, shakes. Maar je moet dat blijkbaar apart doen. Dat is dus niet cumuleerbaar. Vroeg mij ook iets, hè, straks. Als je nu antibiotica aan het nemen bent en er komt iemand bij u en die geeft u een bacterie, gaat die bacterie dan direct dood bij u omdat je antibiotica bent aan het nemen? Nee, want niet elke antibiotica werkt tegen elke bacterie. Oh. Dus je moet al chance hebben. Dan heb ik toch een condoom moeten gebruiken. Oké. Okay. Maar de regel bij reanimatie is eigenlijk, Lucas, je kunt beter iets doen dan niks. Ook al doe je iets verkeerd. Echt? Op iemands gezicht gaan zitten is ik ook wist iets... dat jij dat ging zeggen. Waarom? Ik heb juist gezegd, die gaat zeggen, erop gaan zitten. Het is ongelooflijk. Daarom, als je hartstilstand krijgt, hoop dat ik er niet ben. Want ik ga op je gezicht zitten. Jij denkt niet bij Vlaanderen. Zo chauvinist is Bennet niet. Ik wil echt waar. Er zijn heel veel mensen ongelukkig als Vlaanderen. Ja. Als je weet dat het zelfmoordcijfer al zo groot is, dan trekt dat er al af. En dan moeten ze nog gewoon doodgaan ook, hè. Ik ben ook ondertussen al bijna 3 maanden gestopt met drinken. Tegen dat deze uitzending is, dan zit er eigenlijk bijna... Ja, maar ik weet niet. Ja, ik kon er gewoon over zwijgen. En tegen dan ben ik waarschijnlijk al terug aan het schuiven. En Jeruzalem zal er zeker veel mis zijn. Ja. Sorry? Oh. Die mensen hebben wel veel syndroom. Ik denk dat we dat moeten knippen, zeker? Nee. Nee, maar er wordt wel veel geknipt in Jeruzalem. Bleaching is populairder in België dan in Nederland. Bleaching? Welke bleaching? Van de tanden. Ik dacht dat je ijsbleaching aan het... Nee? Ik dacht al even niet doen zwemmen, want er zitten kindjes beginnen dat te leren over ijsbleaching. Want dan gaan die straks aan hun mama vragen, wat is dat ijsbleaching? Dat willen we niet, dat die dat straks vragen aan hun mama. En dan is het hele cadeau voor kerst verpest.